mooie woorden alvast. En ja, iedereen natuurlijk van harte welkom hier zo. Voor mij is weer even geleden dat ik hier sta. Ik ben een poosje uit de running geweest, voor degenen die het niet weten. Maar ik ben natuurlijk hartstikke trots en blij dat ik hier kan staan. En sowieso voor mijn gezondheid, maar ook voor hetgeen wat we hier aan het doen zijn. En zojuist had het nog even over een ander project, hoe mooi het is geworden. Ook daar hebben we samen de eerste stenen gemetseld, Pierre. Dus wat dat betreft gaat dit helemaal goed komen. Ga ik vanuit met de Kok bouwgroepen die dat hier gaat doen. En wat ik wel mooi vind, dit is mijn eerste project wat ik door de gemeenteraad mocht leiden. Dat is ongeveer 4 jaar geleden nu. Dus zolang ben ik inmiddels alweer wethouder voor degene die denkt, oh, gaat dat snel. En dat was best wel even lastig, want de buurt vond er wat van. En nou, uiteindelijk zijn we allemaal tot elkaar gekomen, ook dankzij Thaisvest. We hebben gewoon hier en daar wat water bij de wijn kunnen doen. We hebben volgens mij nog een laagje eraf gehaald. We hebben goed naar de omwonenden geluisterd. We hebben laatst nog een gesprek gehad met de achterbuurman. En uiteindelijk staan we dan hier en zijn we gestart met de bouw van dit project. En ik weet zeker dat wethouder Melsen, die gaat over wonen. Ja, die ga ik nu even de microfoon geven. Die wil vast nog over wonen wat vertellen. Ik ben hartstikke blij in ieder geval dat ik hier sta. En wat mij betreft kan het niet genoeg gebeuren voor in Oosterhout. Huizenbouw samen met onze gewaardeerde partner. Ja. Ja, dankjewel Arnoud. Ja, het is inderdaad, je zegt het terecht, hè. Wonen is heel belangrijk. En dit is ook wel een hele mooie plek. Tegen de rand van het centrum aan. De oude brandweerlocatie. Vroeger reden hier de loeiende sirenes weg. En straks wonen hier een hele hoop mensen weer samen. Op deze bijzondere plek. Het is ook mooi om te zien dat hier ook specifiek voor jongeren woningen gerealiseerd worden. Dat is ook iets wat wij als gemeente belangrijk vinden. Dat er dus een mix ontstaat waar ook jongeren een plek kunnen vinden. Dus straks zullen hier ook de sleutels uitgereikt gaan worden. Ook aan jongere mensen om dicht bij het centrum te wonen. Een hele mooie plek. Echt super dat we dit kunnen doen. Ook weer een compliment naar Thaisvester dat we op die manier ook samengekeken hebben hoe we die doelgroep hier in Oosterhout ook een dak boven hun hoofd kunnen geven. Er is gewoon heel veel behoefte aan woningen. En dan ben ik ook heel erg blij dat wij hier in Oosterhout weer een steen kunnen metselen. Nou, ik ben nog niet zo lang wethouder als Arnoud. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet eerder een steen gemetseld. Dus ik voel de druk. Maar goed, ik denk dat helemaal... Dan kijk ik het van jou wel af. Maar goed, volgens mij kan dat niet zonder dat de kok ons daarin... begeleid. Dus Bart, aan jou het woord. Ja, okay. Nou, ik zal een stukje inleiden nog, want het is natuurlijk ook voor ons als bouwers wel een mooi moment om hier namens alle andere betrokkenen even kort het woord te voeren. We hebben hier 3/4 van de tijd is al achter de rug, hè. Zo lang duurt het vaak die ontwikkeling. En het bouwproces zelf is maar die 25%. En we gaan ook als de brandweer aan de gang om het hier tot een succes te maken. Hoeveel wil je daar kometsel? Ja, die is niet goed hoor, die moet verder hoor. Zit nou eens niet zo te klaar hier. Nee, joh. Serieus. Hey. Moet het wel goed doen. Hey, doe jij nou, maak jij het nou zelf dat is niet zo moeilijk nou, hoor. Maak het af. Ik zal alles aanbreken, corrigeren. Wegzetten. Het is alleen zonde voor diegene die het steden onder zijn netjes heeft gelegd. Ik heb nog even een handschoen. Maar goed dat hij er ook is. Het zal er bij me aan. Als het voor laat staat, dan geef je straks in het appartement. Nou, een heel groot deel van het college aanwezig wat de muur heeft gemetseld van 46 appartementen die ook tegen het uitzicht van het gemeentehuis staan. Dus van dat uitzicht kun je nog jaren genieten. Even vanuit gaan dat er in normale tempo we de overgang maken naar een nieuw gemeentehuis. Ja, nog belangrijker is gewoon 46 woningen erbij. We hebben al schrikbarend tekort woningen, ook in Oosterhout. We hebben nog steeds te maken met hele lange wachttijden. En dan draagt dit weer bij, letterlijk en figuurlijk, ons steentje om te zorgen dat die woningen er wel zijn. Ja, dankjewel. Mede denk ik namens huurdersverenigingen die hier aan vandaag aanwezig zijn, om eigenlijk, omdat de nieuwe huurders er nog niet zijn, de vertegenwoordiging op die manier te doen. Hartstikke leuk dat jullie ook aanwezig zijn bij deze happening. En ik hoop inderdaad dat iemand dat muurtje nog een stukje afbreekt. Want wij stonden er net bij en we zeiden, iemand die daar gaat wonen, die heeft iedere dag een irritatie over dat die stenen zo schuin liggen. Mensen, dankjewel dat jullie dit voor Thaisvest mogelijk maken. Gemeente, dankjewel dat wij dit project hier op deze locatie kunnen realiseren.